ik de M&M-test doen. Voor deze M&M-test ben ik naar allemaal verschillende supermarkten gegaan en allemaal verschillende M&M's gekocht. En hier staan ze. En ik ga deze M&M's beoordelen om hun smaak en qua uiterlijk, hoe ze er zeg maar een beetje uitzien. Nu gaan we beginnen aan de test en ik begin met de echte. M&M's die doe ik in deze schaal hier in het midden, doe ik ze. En mag ik ze nu even pakken? Je hebt allemaal verschillende soorten echte M&M's. Ik heb er 3 soorten. Het is namelijk de Pasen variant, de originele die je altijd hebt en die ik heb een potje met allemaal M&M's en ik ga dus zeg maar in het midden doen. Natuurlijk de roze, een paar. En wat ik altijd het leukste vind aan M&M's, ze zijn altijd heel erg kleurrijk. Ik hoop dat dat die neppen ook zijn. Nou, ik begin gewoon met de allermooiste. Deze natuurlijk. Dat is mooi roze. Dit is ham. Dit is natuurlijk gewoon de echte. En daar ben ik helemaal fan van. Dan zet ik deze even hier. En die kunnen weer terug. En dan nu de neppen. Ik begin met die van de Spar. Ik vind die er zo leuk uitzien. Dat is deze. Het is een hele kleurrijke zak. Deze was 1,69. En hier zit 250 gram in. En ja, ik ga hem even openmaken. Dat is natuurlijk het belangrijkst. Oh, mooie kleurtjes. Nou, wat me al gelijk opvalt, zijn hele kleurrijke. Het ziet er al heel vrolijk uit, deze kleurtjes. De kleur en de vorm, dat krijgt al sowieso een like. Dan doe ik deze hele dikke rode, want ik ben rood en roze. Nou, het smaakt niet precies hetzelfde als de originele, maar ik vind hem wel gewoon lekker. Ik ga deze terug en dan gaan we door naar de Hema. Hema heeft ook al zo'n leuke zak. De Hema die was 1,50 voor 250 gram. Ja, ik heb hem open. Oké, ik doe er ook wat in. Oké, wat me al gelijk opvalt, ze lijken heel erg op die van de Spar. Kijk maar, dit is de Spar en dit is de Hema. Daarom is deze ook wel een like. En ja, proeven dat natuurlijk ook gewoon. Nu doe ik een blauwe. Nou, niet precies hetzelfde als de Spar, maar ook niet als de originele. Maar hij is ook niet vies of zo. Hij is gewoon lekker. Dus ik heb wel een like, maar niet een super dikke. Zo. En dan gaan we door naar Big Hit. Dit is de Big Hit. En die is van de Lidl. En dit is 400 gram. En hij is 1,55. Dat is volgens mij niet super duur, maar ook niet super goedkoop. Zo. Oh, ik zie het heel erg jammer. Oh, hij heeft een pluspunt en een beetje een nadeeltje. Want de kleuren zijn niet super helder. Dus dat is een beetje een half duimpje. Alleen, check hoe groters dit zijn. Wat? Daar ben ik. Dat is wel super cool. Alleen de kleurtjes kan nog wel wat verder. En dan gaat hij. Ik weet niet echt. Dan maar die. Nou,
Hij is bijna hetzelfde. Dus niet echt super de puper. Maar hij zit net in het midden. Maar hij lijkt er wel super veel op. En dan de saaiste zak van allemaal. Oké, kan je deze even mooier maken? Snap je? Oké, je heet het werk. Oké, deze is van de Superkoop. En deze is 97 cent en er zit 250 gram in. Alweer van die sombere kleurtjes. Ze zijn niet super fel. Dat vind ik jammer. En deze zijn ook niet super, super groot, net zoals die vorige. Dat is gewoon jammer. En zo zien ze dan een beetje eruit. Ik heb hier even twee bruine. Maar ze zijn wel dik, dus dat is helemaal goed. Deze smaakt echt naar die vorige. Ze hebben iets gemeen. Ze lijken gewoon een beetje op elkaar. Perfect. Deze ziet er ook helemaal perfect uit. Deze is van de Deen. Hij is 1,65 en hier zit 250 gram in. Oh, deze is hersluitbaar. Oh. Nu hebben we tenminste eentje met mooie kleurtjes. Kijk. Zo. Dus. Deze heeft echt zo'n eigen smaakje, net zoals die Spar. Maar ja, ik vind hem lekker. Niet echt hetzelfde als de originele, maar is gewoon lekker. Dan ben ik wel heel erg benieuwd naar de Jumbo. Zo, dit is de Jumbo. Deze ziet er heel erg fleurig uit. Hij is 1,65. Er zit 250 gram in. En ik ga hem gewoon openmaken. Oké, dit zijn volgens mij de mooiste kleuren die ik nu heb gezien. Naast dan de echte M&M's. Maar deze zijn gewoon... Dit is gewoon... Deze kleuren zijn zo helder. Ik weet wat ik hiermee ga doen. Een blauwe tong krijgen. Ja, dit is gewoon super lekker. Ik had dit echt helemaal niet verwacht. Maar ik krijg een hele dikke like. Zet ik hem weer even terug. Nou... Nu zit mijn bloemetje vol, dus ik ga hem eventjes legen. Zo, hij is weer leeg. En het binnenste heb ik nog steeds gevuld met deze M&M's. En dan ga ik nu door naar de volgende. Dat wordt markant. En deze ziet er gewoon heel erg leuk uit. Gewoon met die pindatjes en zo. En deze komt van de Fomar. Is 1,65. Alweer. En het is ook 250 gram. En ik ga hem even openmaken. Oké, dit zijn niet de mooiste kleuren die ik heb gezien. Maar ook niet de lelijkste. Wat wel leuk is, is dat ze lekker dik zijn. Het is echt zo'n eigen smaakje. Hij is wel gewoon lekker. En dan ben ik toch zo benieuwd naar de Albert Heijn. Is dat een beetje gek? Want kijk maar. Albert Heijn heeft gewoon twee zakken. Albert Heijn Basic. En Albert, de gewone Albert Heijn. Deze is 1,69. En hier zit 250 gram in. En dit is 1,94. En er zit 500 gram in. Dus deze is wel een stukje duurder, maar er zit wel veel meer in. Ik ga beginnen met deze kleine. Jongens, dit is rood. Dit is toch geen rood? Hoe je eruit ziet, krijgt een hele vette dikke duim omlaag. Dat sowieso. Maar de verpakking, dat is wel leuk. Want deze ziet er heel erg leuk uit. En zo zien ze er niet leuk uit. Dan moet ik ze maar gewoon opeten voor de smaak. Oké, deze zijn super lekker. Gewoon super, super, super lekker. Dat had ik niet verwacht. Basic peanuts. Wat heeft Albert Heijn met sombere kleuren? Het zijn helemaal geen leuke kleurtjes. Al die kleurtjes zien er niet eens leuk uit. Hopelijk smaken ze wel lekker.
Ja, ze hebben wel echt zo'n eigen smaakje. Daar ben ik dan wel blij mee. Want de kleuren zien er helemaal niet leuk uit. Want de kleur is een dislike. En de smaak is gewoon een like. En dan deze. Deze ziet er ook heel erg leuk uit. Peanuts staat erop. En het is een hele leuke voorkant. Deze is van de Aldi. Hij is 1,55. Zit 400 gram in. En ik ga hem gewoon openmaken. Dit maakt me weer blij. Wow. Oké, ze zijn wel klein. Maar het zijn gewoon tenminste fellere kleurtjes. Daar ben ik wel blij mee. Dan pak ik er even twee. Oké. Eerst was de Jumbo of zo. Of de Spar. Mijn lievelings. Maar nu deze. Oh my god. Deze zijn super, super, super lekker. Deze krijgt echt een dubbel dikke vette like. Door naar de volgende. Deze is van de Dirk. Hij is 1,39. En er zit 250 gram in. En dit is de verpakking. En er staat de beste 1. Hier. Lot vind ik een beetje gek. Oh, die groene wil ik. Ik zie echt hele, hele dikke. En de kleurtjes zijn zo mooi. Echt. Hier word ik gewoon helemaal vrolijk van. En nu eten. Hij is lekker. Ja. Gewoon lekker. Dan zijn we bij de laatste. En dat is de Big Ben. Van de Deka. En deze is 97 cent. En er zit 250 gram in. Ah, precies hetzelfde als zeg maar die Albert Heijn Basic. Het is niet echt leuk. Maar ze zijn wel dik. Ze zien er niet super leuk uit, maar ze smaken misschien wel super lekker. Dus daar gaan we nu achter komen. Het is wel een hard pindaatje, maar het is wel lekker. Nou, dat was dus zeg maar alle M&M's. Oké, nu willen jullie misschien wel weten welke zeg maar gewonnen heeft van deze test. Nou, ik heb een top 4 gemaakt. En ik ga van 4 naar 1. En de 4 heeft een gedeeltelijke plek. Dat is namelijk de Spa. Hij is 4 omdat hij gewoon lekker was. Maar hij is gewoon super duur. Per 100 gram dan. Want hij is per 100 gram 68 cent. En dat is nogal duur. En de Hema, die heeft ook een 4. Omdat hij gewoon ja, per 100 gram 60 cent is. En dat was gewoon een like en een like. En dan de derde. Dat is de Jumbo. Gefeliciteerd Jumbo. Je bent derde geworden. Ja, hij is per 100 gram is hij namelijk 66 cent. Qua smaak was hij like. En qua vorm en kleur is hij een super duper dikke like. En dan 2. Dat is namelijk Dirk. Deze. En ik snap wel waarom de beste 1. Ik snap wel waarom dat erop staat. Omdat hij gewoon lekker is. Maar per 100 gram zat hij wel op de 56 cent. Maar qua kleur en qua vorm heeft hij 2 likes. En smaak ook een like. Ja, hij verdient de tweede plek. En dan misschien raden jullie het ook wel een beetje. Want hij staat hier heel erg mooi in beeld. Namelijk de allereerste. En dat is deze. Ik vond hem gewoon super lekker. En deze is van de Aldi. En per 100 gram is hij 39 cent. Kleur en vorm heeft hij een like. En smaak gewoon een dubbel like. Kan ik nog beter? Van al deze M&M's was deze ook de goedkoopste. En gewoon de lekkerste, natuurlijk. Nou, dit was dus zeg maar volgens mij de grootste M&M-test in Nederland. Of ter de hele wereld. Maar het was een hele grote M&M-test, zoals jullie weten nu.
Ik heb een lijstje gemaakt met alles, zeg maar, erin. En die zet ik in de beschrijving. Als jij deze M&M-test ook super leuk vindt, geef dan een hele dikke duim omhoog. Laat een vette, leuke reactie onder in de video. Abonneer op mijn kanaal en dan zie ik jullie in de volgende video. Doei!